Die dan zijn ticket voor een halve finale gaat zeker stellen. Met Apeldoorn volgens mij op plaats nummer 2. Of is dat nee, het is 110 hier voor de Rosberg. Schiano van Vlummeren met de Rapid Wheels on his backwheel. Gaan we kijken naar Sven Bakker in de achtervolgende plaats nummer 3. Voor de kwalificatie voor een halve finale. En Dennis Ross is gewonnen. We hebben hier door 188. Niks meer. We krijgen een aanval van Demensvaart. De Lumpvaart, jawel. Demensvaart gaat mee. Ivan Groote naar een halve finale. Jaspertje van Mochelen, even kijken voor Omme. Met Lildoor, Uurtas als Amazoyen, Omme hier. En nog eens een keer Asse, twee man, Omme. Met Veldhoven en ook lichter voor die grote club. En kijk eens even naar, er zijn de Basic Rossers op dit moment. Die hier met het dirigenten stokje zwaaien. En mensen uit Omme, luidjes eventjes horen. Want die zit goed vertegenwoordigd worden deze kwartfinale. Met de twee man sterk gaat nog een Assenaartje even voor de baan af. Die is de weg even kwijt met Lildoor, nieuwe plaats nummer 3. En Asse met Aam, even kijken met Amazoyen gaat beginnen van de finale. Wat een grapje. We gaan kijken naar de IJzerklosser die hier aan de leiding gaat. Nico Elvers, jawel. Aan de leiding hier plaats nummer 2 van de Rossprinter. Even kijken naar papapapam. Dat moet dan Thijsje Laarman zijn. Eigen achtervolging. Zien we daar even kijken. Iemand aansluiten daarvoor. Nijkerk, Daan Vastenburg. En 4 is weggelegd voor Amazoy. Geen gevaar meer van achteruit het achterveld. Bino van Rijswijk. Dan Brammetje Eksterkater met Joey Nam. Toch geloos. Stellen wie met Zwaarder, Matthew van Dam. En dan even vechten met de Assenaar en Milan. En Milan lijkt er dan toch mee van door te gaan. Milan mee naar die volgende ronde. Lijkt tot dolle voeten te zijn. Jongens van 14 jaar hebben het gezwarte gevaar hierbij zitten. Gaan we kijken naar Dave Kleijvoort. Even kijken deze geleden. Hier plaats nummer 37 op plaats nummer 1. Second position. Hier even kijken 138. Boy van Arcelde. Arcel uitkomend voor Amazoy. Amazoy doet lekker mee. Super doepel dan als dubbel van SN4. Voor Gawain Spart. Is de plek van 130. Oftewel John Weer. Steven van der Broek. Gaat rijden. Dames en heren, nog maar kwartfinale gehad. Waar heb je het over? Jawel. Sorry vroeger, hoe is die spiegel wel eens iets? Maar ik ga verder, maar Leon Kiers, jawel. Heel erg grappig, gaan we hier een stapje maken. Dan kijk ik een beetje te snel met Leroy van Hansen, want ik zat een ritje te ver, dames en heren. En Mikey Jensen ook hier. Gaat twee man van de baan. En dat had hij niet kunnen dromen. Dat had hij niet kunnen dromen. Onze vriend Ruben Maes lag daar op 6, ligt nu op 4. En gaat hij gewoon mee naar de halve finale. Samen met, even kijken, de Heidenclub, met Zoetermeer. En de man hier aan de leiding is Leroy van Hansen. En met de volle mensen. Zij dan de grote pet voor.